Ik heb 15 jaar bij het Scapino Ballet gedanst. Ik ben onlangs gestopt en ik geef nu workshops aan zowel amateurs, professionals en docenten. Scapino in de wijk, wat betekent dat eigenlijk? Dat is eigenlijk om iedereen te betrekken bij dans. Niet altijd gaat iedereen een voorstelling kijken in het theater. Maar op deze manier krijg je wel een soort verbinding die tot stand komt. En het is heel toegankelijk voor ook amateurs, voor eigenlijk iedereen die gepassioneerd is met dans of die een feeling heeft met dans. Die kan de ervaring krijgen om dan te werken met professionals en op verschillende vlakken en stijlen. Ze krijgen dan onder andere klassiek, ze krijgen improvisatie, een stukje repertoire ook van het Scapino Ballet en ook breakdance, urban. Dus het is heel gevarieerd. En ik wil het niet zien, maar ik zoek het weer op. Dus speel met die focus. We gebruiken en daarnaast gebruik je de ruimte. We hebben hier ontzettend veel meters, dus daar kun je ook echt heel lekker boom, travelen. Op dit moment speelt dus Romeo en Julia in het theater, en een moderne versie daarvan, gecreëerd door Ed Wubbe, ook de artistiek leider van het gezelschap. En wat ik dan zelf doe, omdat ik de repertoire workshops geef, is dan ook dat ik repertoire gebruik van het stuk Romeo en Julia, zodat het ook heel erg speelt in het nu, dat de dansers eventueel de voorstelling ook kunnen gaan kijken en dat het stukje kunnen mee identificeren ook als ze ook daadwerkelijk de voorstelling gaan zien. Dus er is altijd een soort raakvlak wel met een thema wat op dat moment ook actief is. Scapino geeft regelmatig audities. Is dit ook bedoeld om talent te ontdekken? Dat is altijd mogelijk, ja. Soms komen er misschien dansers erachter dat ze denken, nou, dit is geweldig en dit zou ik willen doen. En ja, als dat stimuleert, dan kun je ze natuurlijk ook op de hoogte brengen van, hey, er zijn audities of ga naar een vooropleiding dans of de academie. Dus daar zijn wel ook raakvlakken mee. Scapino Ballet is het oudste dansgezelschap van Nederland. En inderdaad opgericht na de Tweede Wereldoorlog door Hans Snoek. En toen was het bedoeld om de kinderen weer een leuke tijd te bezorgen. Nou, in de loop der jaren is het uitgegroeid tot een volwassen compagnie. En inderdaad de jaren 90 overgenomen door Ed Wubbe. En Scapino Ballet werkt met heel veel verschillende choreografen. Dus de stijlen zijn ook heel divers. Waardoor het ook zeker voor je danser en het publiek altijd weer anders is. En, ja, de kracht is wel de moderne dans dan, de eigen tijdse dans, balletten in een nieuw jasje te stoppen, bijvoorbeeld ook Romeo en Julia, een hele moderne versie van te maken, de notenkraker, noem maar op. En er is heel veel variëteit. De klassieke basis die is wel belangrijk, dus de meeste dansers hebben een goede klassieke basis, maar daarnaast is het repertoire modern. Gaandeweg! Waar de passen die zitten gewoon toch nog niet helemaal net in het hoofd, dat je denkt, kan helemaal lekker gaan. Maar toch hebben jullie wel, elke keer was er iemand van jullie uit de groep die wel weer verder ging met de choreografie. En de rest ook weer meenam. Dus ook heel goed. Jullie zijn gewoon wel allemaal doorgegaan en hebben niet opgegeven. En dat is gewoon, dat is altijd goed. Hoe gaat het eigenlijk met Scapino? Kan die het hoofd boven water houden? Ja, het zijn natuurlijk inderdaad zeker zware tijden. Ze krijgen een stuk minder subsidies, maar ze gaan zeker door. Ze geloven in hun eigen kracht ook en er zullen zeker wel veranderingen komen. Er wordt nu al wel gebruik gemaakt van onder andere meer stagiaires die ook worden ingezet voor de voorstellingen om toch een grote groep op het toneel te kunnen behouden. Omdat het toch altijd wel vrij grote groep is geweest. En dat het ook heel mooi is voor het repertoire. Om toch wel minimaal 20 dansers te kunnen behouden. En ja, het grootste gedeelte gaat natuurlijk op aan salarissen. Dus het is wel een beetje wikken en wegen van hoeveel dansers kunnen we nu nog echt behouden. En hoeveel maken gebruik van jonge talenten. Dus dat zal er wel zeker, dat is nu ook al wel aan het veranderen. Maar ze gaan zeker door. En in ieder geval tot 2016 kunnen ze ook door, maar wel met minder middelen. Dus ook daarin een stukje creativiteit, hoe daarmee om te gaan. En terwijl je zo bezig bent, is je rechterhand vrij. Kijk eens wat er dan gebeurt. Wat kun je dan allemaal doen? Wat zijn dan de meeste mogelijkheden? Terwijl je handen eigenlijk in de muur van zitten te doen. Hoe ver kan je boven bereiken? Achter me, voor me, zijwaarts. En wat kan je eigenlijk op? Ja, dat is niet aan wat gebeurt er dan? Ja, mooi. Ja, wacht. Ja. En kijk, hoe verder ik nog ga, dan kan je handen geven.
Klooster. U heeft de workshop bewegingsleer gegeven. Improvisatie. Ik noem het Impro Exchange. Mag ik even uw naam weten? Ja, Kevin Polak. En hoe heeft u dit ervaring, deze workshop? Goed. Ik heb altijd bij de hele leeftijdscategorie dat het nogal giebelig en eng over kan komen. Maar ik moet zeggen, dat hebben ze echt heel goed gedaan. Echt heel tevreden. Ja, het is natuurlijk een hele ervaring voor de leerlingen die bepaalde dingen moeten gaan doen. Ja, voor deze leeftijd is het natuurlijk heel erg belangrijk, hoe kom ik over? Dat hoort bij deze leeftijd, van hoe kom ik over? En daarin, hoe de ander op mij reageert, zegt iets over wie ik ben. En dan vraag ik dat stukje los te laten en terug te gaan naar jezelf. Want natuurlijk voor tussen een leeftijdscategorie 13 tot 18 heel lastig is. Maar dat hebben ze echt heel goed gedaan. Ik ben blij verrast. Nou, je ziet ik zie natuurlijk heel snel wie echt klassiek geschoold is, dat zie je gelijk. Dat zijn er niet, ik geloof, eentje die redelijk klassiek geschoold is en de rest amateurniveau. En dat is helemaal prima, dat is goed. Maar het gaat mij meer om, kijk, bij klassiek, bij repertoire moet je echt de juiste vorm in je lichaam neerzetten. Kijk, bij improvisatie gaat het niet om de juiste vorm. Bij improvisatie gaat het, wat hoor je, wat zie je en wat voel je en dat probeer je in beweging te vertalen. En dan maakt het niet uit wat je doet. Ik ben Annemarie Groen. Hoe hebben jullie dit ervaren eigenlijk? Jullie hebben een aantal workshops gedaan, de bewegingsleer en het eerste? Ja, we begonnen eerst met klassiek en daarna breakdance. En toen de Romeo en Julia Academy van Annemarie. Dat was, vond ik zelf heel erg leuk. En we eindigden met improvisatie. Hoe vond je de improvisatie? Kon je daarin je eigen uitleven? Ja, je komt jezelf tegen. Het is heel inspirerend, dus... Wat voor achtergrond moet je hebben eigenlijk om hier aan mee te doen? Ik denk dat je geen achtergrond nodig hebt als je gewoon maar het heel erg leuk vindt. Dat is het belangrijkst. Ik dans nu op Code Arts voor een jaar. Dat is de vooropleiding en ik wil daarna verder voor docent dans of uitvoerend. Wat vond je eigenlijk het leukste om eigenlijk te doen? Dat even eventjes deze dag. Het leukste was dat je tot rust kwam en dat je het ene moment kreeg je hele hip-hop workshops en het andere moment vond je gewoon jezelf terug. En jij? Ja, ik vond de improvisatie toch wat leuks, want dat is wel een beetje mijn ding. Ja, vind je het moeilijk om te improviseren? Nee, totaal niet. Ik vind het heel makkelijk om gewoon te gaan en alles los te laten en gewoon maar je gevoel volgen. Ja, want met improvisatie heb je wel, je mag je eigen zijn, maar je hebt toch bepaalde regels waar je aan moet houden. Ja, klopt. Maar dat maakt het ook wel weer makkelijker, want als je volledige bewegingsvrijheid hebt, dan kan je eigenlijk helemaal niks. Dan ben je zo bang, want alles kan. En nu had je steunpunten.